Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki geeft antwoord op vragen parlement. Bestuur Rekenkamer maakt opwachting bij president. En praalwagenoptocht doet kabinet president aan. President Chandrika Prasad Santokki is op maandag 16 november 2020 in het parlement ingegaan op vragen die tijdens de eerste ronde van de begroting aan de regering zijn gesteld. Het staatshoofd gaf een uiteenzetting over aanpak van COVID-19, het armoedevraagstuk en de financiële crisis. President Santokki dankt de samenleving voor het begrip en de veerkracht die zij toont. De regering is zich ervan bewust dat de maatregelen om de economie op spoor te brengen veel van het volk vergen. Zij probeert dan ook zoveel mogelijk te ondersteunen. Deze regering is op 16 juli jongstleden aangetreden. En vandaag, 16 november, is dat precies 4 maanden geleden. En in die 4 maanden, voorzitter, is er heel veel gedaan. Er is heel hard gewerkt. Dag en nacht wordt er gewerkt. En we werken nog door. En natuurlijk voelen wij aan dat de samenleving ongeduldig wordt. De samenleving wil liever gisteren dan vandaag de beloofde verlichting merken. Vooral in de portemonnee. Maar ook op het niveau van welzijn en welvaart. En dat begrijpen wij als regering. Ook wij willen dat zo snel mogelijk. Maar om die verlichting te kunnen brengen, voorzitter, en als we dat ook duurzaam willen doen, dan zal eerst een degelijk fundament daarvoor moeten zijn. Dat fundament was er niet of was kapotgeslagen bij ons aantreden. En juist omdat dat er niet was, zullen wij dat eerst moeten bouwen en of herstellen. Daar werken wij nu aan. Het bouwen aan een degelijk fundament op basis waarvan wij duurzame welvaart en welzijn voor de samenleving kunnen brengen. Dat is nu precies wat we bedoelen in die urgentiefase. Dat we maatregelen treffen om te zorgen dat de crisis beheerst wordt. De visie van deze regering is dat we naar een samenleving moeten groeien waar iedere Surinaamse burger gelijkwaardig wordt behandeld en gelijke kansen krijgt, ongeacht afkomst, vermogen, etniciteit of religie. Voorzitter, als iedereen vooruit kan gaan, alleen dan kunnen wij als natie groeien en verder werken aan natieversterking in eenheid en eenheid in de samenleving. En om dat te kunnen bereiken, voorzitter, zullen we de maatregelen moeten nemen die noodzakelijk zijn om onze economie te herstellen en om onze samenleving te hervormen. Dat we niet meer op basis van lenen en lenen en lenen en afhankelijkheid van anderen leven. Maar dat we op basis van onze eigen kracht en eigen kunnen en eigen productie kunnen werken. Dat we samen als Surinamers met trots en waardigheid, met opgeheven hoofd, gezamenlijk naar onze samenleving kunnen kijken. Wat wij met onze eigen inspanning kunnen bereiken, voorzitter. En ja, om dit uiteindelijk te kunnen bereiken, kunnen we niets anders dan nu de maatregelen nemen die inderdaad niet makkelijk zijn. Het duurzaam hervormen van de samenleving tot een trotse natie zal onvermijdelijk offers vragen van de bevolking. Maar wel zal deze regering ten alle tijde waarborgen dat deze offers draaglijk zijn en zoveel mogelijk op de sterkste schouders zullen worden afgewenteld. We zullen zoveel mogelijk de modale burger trachten te ontzien. En zeker de sociaal zwakkeren en de armen in de samenleving. Deze groepen hebben de afgelopen jaren al genoeg ingeleverd. Voorzitter, voordat ik op de begroting inga, zal ik dan ook eerst ingaan op wat de regering de afgelopen 4 maanden heeft gepresteerd. Voor de urgentiefase, tot nog toe, hebben we 3 prioriteitsgebieden geïdentificeerd. 1. Het beheersen van de COVID-19 verspreiding. 2. Het wegwerken van de crisis en het zoeken van oplossingen voor de financiële crisis. En het bestrijden, 3, voorzitter, van de enorme armoede in de samenleving. Ik zal ingaan op deze prioriteitsgebieden. Voor wat betreft de COVID-19, voorzitter,
Voor het beheersen van de verspreiding van COVID-19 hebben wij ons bij ons aantreden gekozen voor een heel ander beleid. Niet op basis van top-down, maar een burgervriendelijk beleid waarbij in onderling overleg met de samenleving een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Nu, na 4 maanden, kunnen we vaststellen dat ons beleid zeer goed heeft gewerkt. De verspreiding van COVID-19 is sterk beperkt als gevolg van de maatregelen die wij hebben getroffen. We hebben op dit moment een dalende trend en zijn van code rood overgestapt naar code oranje. COVID-19 en de getroffen maatregelen hebben in ons land een grote maatschappelijke en economische impact gehad, voorzitter. COVID-19 heeft geleid tot een aanzienlijke verdieping van de reeds bestaande economische crisis in het land. Dat heeft een zware wissel getrokken op de samenleving en heeft gezorgd voor armoede, een dalende koopkracht en verlies van bedrijfsinkomsten. Daarom hebben wij, terwijl we bezig waren met COVID-19 te bestrijden, ook direct het traject tot normalisatie ingezet. Zodat, terwijl het accent ligt op bescherming van de volksgezondheid, ook de economie weer kan worden herstart om de gevolgen van COVID-19 voor de samenleving zoveel mogelijk te beperken. We hebben de protocollen voortvarend ontwikkeld in onderling overleg met de verschillende doelgroepen en met het bedrijfsleven. Steeds meer sectoren in het bedrijfsleven hebben de protocollen reeds geïmplementeerd, zodat deze weer kunnen normaliseren en kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van ons land. Voorzitter, andere sectoren maken zich thans gereed voor de afronding en implementatie van de protocollen, zodat ook bij deze bedrijven en of faciliteiten langzamerhand weer open kunnen worden gesteld. Op basis daarvan kunnen we geleidelijk overgaan tot normalisatie. Waar we kunnen verlichten, voorzitter, doen wij dat. Maar we zijn er nog niet. We zullen ons aan alle maatregelen moeten houden. Het lijkt erop dat we zicht hebben op een vaccin, maar totdat deze er zal zijn, zal de samenleving voorzichtig moeten blijven en de instructies moeten volgen. Ook is het goed om met de samenleving te delen dat in verband met het opkomend vaccin deze regering reeds een aanbetaling heeft gedaan in verband met de zekerheidsstelling van de aankoop. Dit vonden wij noodzakelijk, voorzitter, omdat wij willen dat onze samenleving ervan gewaarborgd is dat het vaccin ook voor onze eigen burgers beschikbaar zal zijn. Voorzitter, met betrekking tot de financiële crisis, zoals u inmiddels bekend, hebben wij bij het aantreden van deze regering een economie overgenomen die in zeer slechte financiële omstandigheden verkeert, met hoge interne en externe kosten en fiscale tekorten. Om de enorme schuldenberg van 4 miljard Amerikaanse dollar te herstructureren en te saneren, voorzitter, en om te werken naar duurzame welvaartsontwikkeling voor de Surinaamse samenleving, hebben we 3 trajecten ingezet. Het nationaal traject, het internationaal traject en het multinationaal traject. Het multilateraal traject. Op deze 3 trajecten zal ik nader ingaan. Het nationaal traject. Voor wat betreft het nationaal traject zijn er 2 aspecten. Enerzijds de herstructurering van de overheidsfinanciën en anderzijds de hervorming van de economie. De overheidsfinanciën moeten worden geherstructureerd. De weg naar meer geld lenen, voorzitter, het zorgeloos laten oplopen van de staatsschuld, de burgers in nog meer armoede helpen en brengen, het doorschuiven van de problemen leidt ertoe dat burgers zoet worden gehouden en verwachtingen worden gecreëerd, terwijl de teleurstelling van grote armoede dan enorm hard aankomt voor de burgers. Dat beleid is voor deze regering, voorzitter, geen optie. Daarom hebben we direct na het aantreden hard opgetreden om de overheidsfinanciën strak te hervormen op basis van een strikt, prudent beleid. Er zal voorzichtig moeten worden omgegaan met de gelden van de staat en het volk. Voorzitter, voor wat betreft de herstructurering van de overheidsfinanciën
hebben in de eerste plaats ministeries de opdracht gegeven om tussen de 15% en 20% te bezuinigen. Daarnaast hebben we verschillende onnodige, verspillende kosten stopgezet. Voorzitter, er is bezuinigd op toelagen, gebouwen, voertuigen, telefoonkosten en personeelskosten. Er is bezuinigd op mensen die in Amerikaanse dollars hun salaris uitbetaald kregen, zonder dat het duidelijk was wat hun tegenprestatie was. We pakken de corruptie aan middels interne maatregelen, kladonderzoeken en onderzoekingen onder leiding van de procureur-generaal, waar de procureur-generaal al een platform heeft opgezet om alle corruptiezaken te onderzoeken en heeft hij een team al samengesteld om alle corruptiezaken grondig te laten onderzoeken, voorzitter. Kostbare en onnodige overheidscommissies zijn afgebouwd. Praktijken als personen cashgeld ophalen bij overheidsinstellingen of bij parastatale instellingen zonder rekening en verantwoording zijn direct gestopt en zijn deze zaken inmiddels doorgeleid naar de procureur-generaal. Procedures omtrent het uitgeven van staatsmiddelen en het aanbesteden van zaken zijn aangescherpt en de handhaving zal strenger plaatsvinden. Indien de procedures niet in acht worden genomen, dan zal de persoon zelf moeten opdraaien voor de kosten. Deze maatregelen, voorzitter, hebben ertoe geleid dat we een stabiele financiële situatie hebben bereikt met betrekking tot het betalen van salarissen. De salarissen van september en oktober hebben we betaald zonder leningen. Voorzitter, dit alleen door het voeren van een strikt prudent financieel beleid en door het stopzetten van onnodige en verspillende kosten. Het prudent beleid heeft er ook toe geleid dat we het volk dat zware offers heeft moeten brengen in verband met de financiële crisis en de COVID-crisis tegemoet kunnen komen met een eenmalige financiële tegemoetkoming. Voorzitter, sommige mensen noemen het bonus, wat ze eerder begrijpen. Maar we gaan ze ondersteunen met een financiële tegemoetkoming, voorzitter, om de armoede enigszins te kunnen verlichten in de samenleving. Het bestuur van de Rekenkamer van Suriname heeft zijn opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. De ontmoeting vond plaats op vrijdag 13 november 2020 op het kabinet van de president. Het staatshoofd is overtuigd van de immense taak en verantwoordelijkheden van de Rekenkamer. Hij benadrukte een professionele rekenkamer te willen met voldoende capaciteit. Rekenkamervoorzitter Paul Brandon gaf tegenover de communicatiedienst Suriname aan wat de aard van de ontmoeting is geweest. Is de advent deze ontmoeting geweest dat we in eerste instantie zijn komen kennismaken met de president. En we hebben daarbij direct gebruik van gemaakt om een aantal hete hangijzers die spelen in de samenwerking met de overheid te bespreken. Want anders zou het zonde zijn. Dus dat was de essentie van de meeting. Er is in de loop der tijden, voordat de nieuwe wet geslagen is, is er een groot verloop geweest van personeel die we in de loop der tijden hebben opgeleid, die al een poosje bij ons werkte. En particulieren hebben ze afgesnoept of internationale organisaties hebben ze aangetrokken, waardoor natuurlijk de output van ons daarmee ook terug is gevallen. En het is van belang om dus die capaciteit weer bij te spijkeren voor de wettelijke taak die we nou in die nieuwe rekenkamerwet hebben gekregen om te kunnen uitvoeren. En zowel dus in materiële als in werkers die we nodig hebben, is het van belang om deze capaciteit te versterken. In ieder geval zijn er in de wetgeving een aantal samenwerkingspunten. Hoor. Ik noem maar verantwoordingen die moeten worden afgelegd van uitgaven, inkomsten die moeten worden gerapporteerd van de belastingen en andere diensten die moeten rapporteren. Maar zo heb je ook de
parastatale bedrijven die onder een of ander ministerie resorteren, die ook verantwoording moeten afleggen statutair. De districtscommissariaten, dus een hele hap van taken die aan ons zijn toebedeeld. Maar je begrijpt, als je dat apparaat niet hebt, dat je dat moet binnenhalen om het werk op een goede manier te kunnen doen. Maar dus verantwoording, de samenwerking met de verschillende financiële diensten, waaronder de KLAT, interne controlediensten. Dat zijn allemaal speerpunten binnen die samenwerking met financiën die van belang zijn. Dus in feite moeten we als het ware getrouwd zijn met elkaar, om het zo plastisch te zeggen. De Stichting Sociaal, Cultureel, Religieus en Jongerenwelzijn Weg naar Zee heeft in verband met de Diwali-viering een geslaagde praalwagenoptocht georganiseerd. Het kabinet van de president is op vrijdag 13 november 2020 een van de tussenstops van deze optocht geweest. President Chandrika Prasad Santokhi heeft bij deze gelegenheid moment de stoet gadegeslagen. Wij nemen u terug naar dit moment. En alvast jullie allemaal een soep Diwali toe te wensen. In het bijzonder wens ik een soep Diwali aan de stichting, jongerenorganisatie, culturele organisatie, religieuze organisatie, van Weg naar Zee en Leiden 9A. De jongerenorganisaties die dit allemaal georganiseerd hebben. In het kader van het Diwali-feest. COVID, die zorgt dat we op afstand moeten blijven, maar het Diwali-licht zorgt ervoor dat wij dichterbij gebracht worden. Zie daar de kracht van het Diwali-licht. Wat de harten bij elkaar brengt, wat de mensen bij elkaar brengt, wat alle Surinamers bij elkaar brengt. Want ja, morgen is Diwali. Een nationale feestdag. Een feestdag voor alle Surinamers. En daarbij zal centraal staan het licht. Het licht dat voorkomt in alle religieën. En het licht zal symboliseren de overwinning. Zoals we dat altijd gewend zijn om te zeggen, de overwinning van het goede op het kwade. De overwinning van wijsheid op onwetendheid. De overwinning van liefde op het kwade. En de overwinning van rechtvaardigheid op onrechtvaardigheid. Er is licht in Suriname. Er is hoop in Suriname. En de hoop is gevestigd op deze regering. Laat deze regering en het beleid van deze regering in het kader van Diwali-feest het licht zijn voor alle Surinamers. En dat wij met Diwali-feest licht gaan brengen, verlichting gaan brengen naar alle Surinamers toe. In Suriname, naar alle doelgroepen, naar alle culturele groepen, naar alle religieuze groepen. Ja, dat is prachtig Suriname, waarbij de scheidslijnen slechts bindmiddel zijn naar onze naaste Suriname. En laten wij het Diwali-feest ook aangrijpen om aan alle Surinamers vanuit deze plaats een soep Diwali toe wensen. En laat Diwali-feest bijdragen tot de verdere natieversterking in Suriname. Jullie allemaal, een soep Diwali toegewenst. Namaste. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.